Kijk, als we nou beginnen met long. En we gaan even op close over. Jo, dat moeten we ook niet te lang aanhouden, want er zijn gevoelige mensen bij. Die dat hier niet zien. Even kijken. Ja. Wacht, eens even kijken. Daar zit een short vessel. Als we nou... wacht, ik zet een kopie. Die voorste hier even met zijn been. Eén zit er bovenop, die komt erbij. Ah, maar dat kunnen we niet. Dit kan dus niet. Dan zal een longshot tussen moeten. Ah, dan vind ik die mooier. Ja, er zijn ook veel venijniger met die poppen. Maurice Nijsten, 33 jaar, leraar biologie. Jo Erkens, 41 jaar, leraar Frans. Sinds 1965 in hun vrije tijd filmers van de natuur. Daarbij geholpen door Denise Nijsten, die de geluidsopname maakt. Maurice Nijsten en Jo Erkens zijn de makers van de serie van 8 programma's die de KRO in de komende maanden gaat uitzenden onder de titel Natuur in eigen land. Vorig jaar kregen ze de ANWB-onderscheiding vanwege hun werk voor ons milieu. Hoe ze hun films maken, daarover gaat dit programma. Jo Erkens en Maurice Nijsten. Al 10 jaar lang maken zij films over Nederlandse flora en fauna. En ze behalen daarmee zeer hoge waarderingscijfers bij de Nederlandse televisiekijker. Meer over hen straks. Hier de vaststelling dat hun werk van een zo uitzonderlijk niveau is, dat we graag het advies van de jury hebben gevolgd hen voor een ANWB-onderscheiding in aanmerking te doen komen. Mag ik u dan hierbij de deurkonde overreiken? Mooi. En mag ik u beiden. Lot aan hier. Dank u. Dank u. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Ja. Staat er wel op. Ja. Hij staat behoorlijk kloos. Wat heb je nou gefilmd? Wacht nog een keer. Jo, de fute. Fute voeren, verzorgen van jongen. En wat dingetjes die ze erbij doen. We hebben net nog wat gebalst. Gebalst, wat is dat? Vertonen van het liefdespel. Het gebeurt meestal voordat er jongen zijn, maar... het komt wel eens voor dat ze, als de jongen groot zijn, dat die driften toch nog terugkeren. En dat er nog wat nagebalst wordt. Hoe lang dat was wel aardig om dat mee te pikken. Ja. Hoe lang hebben jullie nu moeten wachten om die opname te kunnen maken? Nou, deze, daar zijn we nu de tweede dag aan bezig. Het ging nu eigenlijk om het moment dat het mannetje even met een vis aankwam zwemmen en een van de jongen ging voeren. En het leuke was nu wel even dat nog één jong nogal veel moeite had met het naar binnen werken van de vis. Maar hebben jullie 2 dagen op moeten wachten om die opname te kunnen maken? Voor dit shot, ja. Maar hebben jullie er eigenlijk wel tijd voor? Tijd? Ja. Ik bedoel, hoe zit het met jullie werk? Kunnen jullie zomaar van die dagen hier zitten? Ja, op vakanties en in weekends wel. En we hebben veel middagen vrij, dus dan kun je ook nog altijd wat doen. 'S Avonds correctiewerk, dat dan wel. En als het even een beetje weer is, dan gauw het correctiewerk thuis laten liggen. We zijn altijd rond 2 uur klaar, Jo en ik, dus... Ja, en het ontspant geweldig. Ja, als je het water bent, als je in een bos bent, rustig, alleen bezig. Geen andere mensen om je heen. Nou, dan ben je toch 's avonds, als je thuis komt, ben je dan behoorlijk fit. Het is iets heel anders dan het werk dat je 's ochtends doet. Oké. Ik hoop dat het zo is. Zeg, en Jo is toen nog even kijken dan. Ik liet net eens even rusten. Ja. Wilt u daar even kijken naar? Ja, maar zien. Zeg, jullie kunnen ook morgen overmorgen wat dichterbij zetten, hè? Ja, dat kan wat.
Ja, want we hebben eigenlijk in het zuiden morgen een paar opnamen, Jo. Als, als jullie dat kunnen doen, erg graag. Ja. Moet je maar kijken of je tijd hebt. Al even een uurtje. Wat zijn die mannen nou aan het doen hier? Nou, die zijn de hoogste aan het opbouwen. Op een pakweg. 400 meter van het nest, van de torenvalk. En als het geraamte in elkaar staat, dan wordt hij een stuk dichterbij gedragen. En recht getrokken. Dat wil zeggen op 200 meter ongeveer. En dan is het iedere dag wat dichterbij. En ja, als hij dan goed staat en hij is helemaal geaccepteerd, dat is hij dan. Ja, dan gaat Maurice de hut in en dan beginnen we ermee. Waarom wordt die hoogste niet meteen bij het nest gezet? Nou, dat is veel te gevaarlijk. Dat, dan is het in ieder geval zo dat dat beest verontrust wordt. En de kans op verstoring die, is ook niet uitgesloten. En we willen in ieder geval clean werken. Dus dat beest moet echt niks in de gaten hebben. Zodat we daar rustig kunnen werken en ook goede opnames kunnen maken. Het is alleen jammer dat vaak gewoon maar natuurfotografen zonder meer maar bij zo'n nest gaan zitten op een zondagmorgen. En meer dan een plaatje te kunnen maken. Dat, dat wordt nooit wat. En daardoor dreigt natuurfotografie en filmerij toch wel in een kwaad daglicht te geraken. En ons inziens is dat beslist niet nodig. Ik heet kantelen. Ik kantel? Ik... Nee? Bijkomen. Ik kantel. Ja, maar... En niet meer te kennen. Ja. No. Pas op. Dan maar kop. Oh. Er gebeurt niks. Ja, laat maar kop. Ja, zetten! Nee, dat onze die karaten ook af en toe niet kwaad krijgen. Ja, dat mag wel. Helemaal een beetje scannen, toch? Moet je even kijken. Gaan we lopen, ja? Dat kan niet goed staan, hè? Hoe komt er een dikke tafel? Die kent er, ja. Dan maar eens eerst schakken. Tot morgen. En dan... Je wordt er dan gedraaid, hè? Ja. De wiets is van het net samen bij het dan. Dat is nu nog iets. Ja, laten we zomaar staan. Nou, oké, dat kennen. Oké. Ja, we moeten morgen maar verder kijken. Ja. Ja. Kom maar gewoon vliegen, want ja, je kunt er vogelig op zijn vaart. Ja. Dienen nog trainen. Die is niet gek in het stuk. Ja. Niet die weg. Ja. Gewoon achter dan. Ja. Dat strembeboek is het stolste. Wat zijn jullie nou aan het doen? We zijn hier bloed aan het uitstrooien. Om wat steldopers te lokken na verloop van een paar dagen. Die dan op het voedsel dat op dat bloed is afgekomen, zelf afkomen. Het is namelijk zo dat hier vliegen opkomen. Die eitjes afzetten. En nou, na een paar dagen is dat aantrekkelijk voedsel voor steldopers, kievieten, oeverlopers, witgatjes en dergelijke. En dan hebben we dus een vast punt waar die beesten forageren. En daar kunnen we onze schuilhut helemaal op afstellen. Hoe kom je nou aan dat bloed? Want wat dat is dat voor bloed? Dit is runderbloed. En dat halen we in het slachthuis. Ja, we pakken een paar van die plaatsen. Andere kant ook nog. En dan zien we over een paar dagen wel op welke plaats die vogels het meest vast komen. En daar maken we onze opnames. Vliegen hebben dan wel genoeg eitjes afgezet, maden en dergelijke. Het is eigenlijk de enige manier om, je zou kunnen zeggen, een beetje voedsel aan te bieden. Hè? En je kan er dan iets mooier met de camera bij. Dieren hebben er echt geen last van op die manier. Oké, we gaan weer eens verder.
Maurice, waarom film je nou ineens in de studio in plaats van buiten? Ja, studio is een wat groot woord voor deze schamele garage. Maar uiteindelijk is het zo dat het voor het beeld natuurlijk niet uitmaakt de grootte van de ruimte. Het is zo dat daar een rups van de nachtpauwoog op dit moment bezig is zich letterlijk vol te eten. Dat hoort er nu eenmaal bij vlinders. De rupsfase, dat is de eetfase. En daar heb ik even een paar shots voor nodig voordat straks hopelijk de metamorfose begint. En dat kan natuurlijk nog eventjes duren. Waarom film je dat dan niet gewoon buiten? Want dat gebeurt wel buiten, hè, met die rupsenpop. Ben ik met je eens, is ook zo. Maar ga onder een struik liggen, denk aan de weersveranderingen. Die rups die trekt zich nergens wat vandaan van de beeld. Maar met je licht en filmen natuurlijk wel. En het is eigenlijk een van die weinige groep dieren waar je zegt, die zijn niet camera-schuw. En ik geloof niet dat je de natuur geweld aandoet als je dit beest even uit zijn natuurlijke omstandigheden haalt en het in zo'n namaakstudiootje toch close in beeld kunt brengen. Want het beest uiteindelijk, als die straks zover is dat die imago wordt, dat betekent dan dat hij een volwassen vlinder is geworden. Dan zet ik hem wel weer mooi uit in de vrije natuur. Maar doe je dat nou ook wel eens met uilen of bevers of wat voor beesten jullie nee, dan ook Nee, totaal niet. Ja, bevers zitten niet in Nederland. Ja, maar, ik weet het niet. Goed, uilen wel. Nou, dat lukt gewoon niet. Hè. Ik geloof dat ook het punt is steeds, als je dat zou proberen, dan zou je zelf afgestraft worden, want het dier in de gevangenschap voelt zich niet thuis. En dat kun je merken aan de expressie, aan het gedrag van het dier. Op die manier de natuur geweld aan doen, is er echt niet bij. Doorgedraaid. Ja, ik zorgde in de regen. Oh. Er leed me naar de cassette door op het moment dat er de rust kwam. Ja. Nu kan ik een geintje meer. Dan komt dit. Nou, dat is aan de waterkant gekomen hoor. En net op het moment dat er de rust opsteekt kwam. Toch vind ik het griezelig hoor, om naar te kijken, moet ik zeggen. Kom op. Weet ik niet. Dat beest moet eten, dus dat doet hij. En ik vind dat beeld niet eens griezelig of chockerend. We hebben wel eens gehad in een andere film dat. De hele film was dat, hè? Ja. Daar zat een hermelijn in die een konijn ving en doodde. En dat kwam dus nogal cru over. En het is zelfs zo geweest dat de KRO die film daarom om 22:00 s'avonds heeft geplaatst. Omdat het te eng was? Omdat het te eng was, te griezelig. Nou, wij vonden dat niet. En wat was er nog? Ja, want ik zat er net even aan te denken waarom. Om 8:00 werd in dezelfde uitzendavond in het journaal, het was 1972, Vietnam op zijn top zou je kunnen zeggen, een item getoond van stapels dode Vietnamsoldaten die op sheeps werden gegooid. Nou, en dat kon blijkbaar wel in het Noordjournaal. Maar onze film waar het ene diertje het andere op had, dat ging naar de klokken van 10:00. Nou, dat zien we niet zo zitten. Hè? Dat zien we niet zo zitten. Dit is echt. En Vietnam, dat was dwaasheid. Waarom zou je dit dan niet veel liever zien? Mm. Ik dacht, joh, dat we, als hij nou teruggaat van de haai, dat we er dan uitsnijden. Hij loopt er trouwens uit. Zweten wordt er binnen. Hè? Nee. Nou, dat zien we ook. Jij denkt dan de zak doet dadelijk. Ja. Nee, ik kan maar blijven. Het statief dadelijk eerst, hè, jongen? Ja, ik heb het. Kom maar zitten.
Even met de tas opletten. Ja, lukt het, joh. Ja, doe dat wel. Halen maar weer naar achteren. Nog een paar trappies. Omhoog klimmen. Ja, je gaat hem al. Zeg, joh, met de zakdoek, hè? Ja, pakken we eerst. 2,5 uur. Met de kijker even, hè, joh. Ja. Allee, sterk. Let maar op de zakdoek. Ja. Beste. Ja, dat lijkt een grapje, maar dat is het toch echt niet? Het is een foefje. Een trucje om die vogel toch de indruk te geven dat... Maurice en ik, we zijn er met z'n tweeën naartoe gegaan. Hij is blijven zitten. Nou, dan moet er niet één weggaan. Want een vogel die heeft echt wel de mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen 1 en 2. Die kan tellen? Die kan tellen, ja? Zo kun je het zeggen. En ja? Om hem dus de indruk te geven dat we met z'n beiden weggaan... neem ik die vogelverschrikker maar weer mee terug. Je loopt ook altijd met de hoest, hè, hoor ik? Of lijkt het me zo? Ja, om ook aandacht van de beest te trekken. Of dat nu per se nodig is, dat weet ik ook niet, maar we doen dat zo. Oh ja, zodat hij inderdaad naar jou kijkt in plaats van naar mij, mij in de gaten houdt en mij ook ziet weggaan. Ja. Ja. Zo is dat. Wat moet je nou gaan doen? Wachten tot Maurice de zaak een beetje in de gaten houden. Kijken of er mensen komen die ook wat weghouden. Af en toe de hut in de gaten houden, kijken of de zakdoek uithangt. En wat zitten, wat kijken, krijgt de tijd wel om. En als die zakdoek uithangt, wat moet je dan doen? Dan moet ik naar hem toe. Ik moet het spel consequent volgen, hè? Maurice, je ziet er echt uit als chevalier, hè? Zo. Ja, ja, inderdaad. Maar het hoedje maar even gauw weg. Want in zo'n hutje zit je bij de af natuurlijk. Ja? Ja. Was het warm? Ik kan eigenlijk zo zeggen, als het nou buiten, wat zal het zijn hier? 18, 19 graden. Maar in, als je zo stil zit, loopt dat meteen behoorlijk op, hè, die temperatuur. Maar... ja, dat moet je ervoor over hebben. Dat is duidelijk. Zeg, ik leg al even wat van die spullen weg, is het goed veel. Dat ik even naar het land heb. Dat is cool te doen. Zijn jullie wel tevreden over vandaag? Jawel, zonder meer. Je kan zeggen, er zitten dagen voorbereiding al aan. En medewerking van al die mensen die weer mee hebben geholpen om die hoogzet te plaatsen. En een paar dagen vooruit te schuiven, dat ding. Maar ik dacht wel dat we er een minuutje uitzending uithalen. Een minuutje maar? Ja, dat hoort nu eenmaal bij dit werk. We herstellen normaal voor een productie van 3 kwartier 50 minuten... toch wel een 80 dagen film. 80 draaidagen is normaal. Ja. Er zijn ook dagen dat je eigenlijk nauwelijks iets doet. Ja, ja, tuurlijk. Dat hou je gewoon. Ja. En dat je voor miserige shotjes van 10 seconden... soms nog 3-4 dagen moet blijven zitten. Dan ben je klaar bij een roofvogel. En je wil dat nog net hebben, en dat doet hij maar een enkele keer. Nou, dan wacht je maar. Ja. Maar goed, dan heb je het dan ook zoals je het wil, en dat is het belangrijkste. Maar wat heb je vandaag nou opgenomen, Maurice? Nou, dus eigenlijk bij de torenvalk een paar voerscènes. En daar was het meest opmerkelijke van wat ik al aan Jo vroeg. Dat een gevilde veldmuis, ik neem aan veldmuis dat het was, dat die op het nest gebracht werd. En dat gevilde, dat was heel opmerkelijk. Dus daar kun je uit terugrekenen, nou, die komt er per se in de montage. Voor de rest zullen we voor nascènes toch nog een dag of twee terugkomen om de nodige keuze uit beelden te hebben.
Maar dan is het bij dit nest wel ongeveer klaar. Maar ik zou de minuut, anderhalve minuut, halen we er wel uit vandaag. Oké, dat gaat door. Mooie spullen, hè? Die zijn nog niet van jullie nu. Hier? Nee. Was dat nou zo? De ingewijden zullen al lang gezien hebben dat we te gast zijn bij de NOS en ja. Bij het filmcentrum in Bussum. En dat is weer mooi geregeld door de KRO. Ja. Bloeiende fruitbomen en vakwerkhuizen zijn ook typisch voor dit deel van Zuid-Limburg. Al vele eeuwen worden hier deze vakwerkhuizen met hun houten geraamte gebouwd. In het gebied van de Geul staan vele monumentale gebouwen. Nergens in Nederland staan zoveel kastelen bij elkaar als in Valkenburg en omgeving. Een van de mooiste daarvan is kasteel Genhoes. Genhoes, nee, stop. Nee. Stop. Wat moet het zijn? Genhoes. Ja, als niet Limburg weet je dat niet, hè? Nee. Dat is Genhoes. Ja, ik zei te veel. Ja, het was ge. Ja. Genhoes. Dus, Genhoes. Ja. Accent op het einde, hè? Gewoon de zachte G handhaven. Ja, oké. 654. In het stroomgebied van de Geul staan vele monumentale gebouwen. Nergens in Nederland staan zoveel kastelen bij elkaar als in Valkenburg en omgeving. Een van de mooiste daarvan is het kasteel Genhoes. Ah, mijn ouders. Dat was heel mooi. Echt Limburg? Ja. Ja, tekst weg. Zo. En, nou, ik dacht dat het hier goed opstond, joh. Tuurlijk. En klap, oké. Dat mag, ja. Denise, dan gaan we nu nog even het liedertje kieken.